Modern technology surrounds our everyday life. Some people love it, some people despise it, and others are indifferent to it. We searched for the most extreme examples of the spectrum and came across two very interesting individuals. We start with Mark Davids, a man who lives his life by the values and principles of the 1920s and 30s and calls himself the true gentleman. Ik werk voor mezelf als historisch figurant voor diverse films, maar dat is niet genoeg om daar echt van te leven. Dus ik werk in het Rijksmuseum hier in Amsterdam en daar werk ik op de afdeling bewaking en veiligheid. Dus ik werk ook nog in een nostalgische omgeving. Ik woon sinds bijna 15 jaar hier in Amsterdam en heb ik een leven wat gebaseerd is volgens de jaren 2030. Dus ik leef niet in de jaren 2030, maar volgens die periode. In het midden van de jaren 90 had ik ontdekt van dat ik eigenlijk heel veel dingen helemaal niet zo leuk vond. Ik vond de films niet leuk, ik vond de muziek niet leuk. Ook al mijn vrienden gingen naar disco's, ik vond het allemaal niet leuk. Maar op een moment zag ik oude beelden uit die tijd. En ik dacht van, nou, eigenlijk alles wat ik hierin zie vind ik mooi. Ik vind de mode mooi. Het varieté uit de jaren 30. De auto's uit die tijd, de trams uit die tijd. Eigenlijk alles wat ik daarin zag. Dat was het. Ik kan eigenlijk veel meer met die periode als met deze tijd. Nou, de normen en waarden zijn heel erg verschillend met die van nu. Het gaat ook heel veel meer door naar etiketten. Er zijn bepaalde manieren van om elkaar te benaderen. Tegen iemand die je niet kent zeg niet je of jij, maar gewoon u. Je tutoieert elkaar niet. Het is wat meer wat afstandelijk. In ieder geval in persoonlijk contact. Alles gaat wat meer met gevoel en elans. Je hebt natuurlijk verschillende meningen over. Om de hele maatschappij in één mening te zeggen is wel vrij moeilijk. Maar je ziet wel een hele versnelle, groeiende maatschappij. Wat heel hard gaat. Waar die ook veel harder aan het worden is. Ook heel, heel erg verhufterig aan het worden is. Mensen hebben ook de moderne technologie helemaal geen tijd meer voor elkaar. Je ziet ze ook constant op hun telefoon kijken. Als ze ergens op het terrasje gaan zitten, dan leggen ze de telefoon op tafel. De mensen spreken niet, maar ze zijn constant kijken. Ben ik al gebeld? Ben ik al belangrijk? En ik denk dat wat dat betreft is er heel veel veranderd. Met name in de sociale omgang met elkaar. Nou, je merkt dat het toch op de een of andere manier wordt wat opgedrongen. Vroeger kreeg je bijvoorbeeld altijd je bankafschriften netjes thuis. En nu krijg je toch steeds brief van, dat doen we niet meer. Je mag het nu lekker via de computer bekijken. En ik kan bijvoorbeeld geen informatienummer bellen met mijn telefoon. Want dan zegt hij toetsen 1 en dan, ja, dat werkt niet. Dus dat betreft ben je bijna genoodzaakt om over te stappen op moderne middelen. Computer heb ik inderdaad genomen en de computer is eigenlijk ook, heeft ook heel veel voordelen. Ik gebruik het met name alleen om oude films te bekijken, om oude muziek te beluisteren, radiokanalen uit Amerika die de hele dag muziek uit die tijd uitzenden. Maar ook bijvoorbeeld met contact met mensen leggen die ook dezezelfde levensstijl hebben en die bijvoorbeeld in het buitenland zitten. Maar ook hebben we natuurlijk diverse fora's en clubs en verenigingen waar je lid van kan zijn en waar we samen leuke uitjes mee doen. Oh, ik heb een Apple omdat daar niet een enorme kast nog bij komt, omdat het alleen maar een scherm is. Dus wat dat betreft is het ook nog vrij klein en compact. En daarbij kan je dat ding heel goed gebruiken om bijvoorbeeld films in een hele hoge definitie te bekijken. Ik zie het meer als een handig doel. Alleen ik vind het noodzakelijk kwaad waarvan vaak de reclames die je dan moet bekijken terwijl je een mooie oude film gaat kijken. Moet je eerst 5 minuten naar een reclame gaan zitten kijken. Nou, eigenlijk totaal niet. Als ik ergens mee moet bellen, gebruik ik gewoon mijn ouderwetse telefoon. Ik probeer wel, op het moment dat er iets komt, probeer ik het op de een of andere manier te ontlopen. Kijk of ik iets kan verzinnen om er toch niet in mee te gaan. Ik probeer dezelfde moderne technologie, wat veel mensen hun leven controleert, probeer ik juist andersom die te controleren. The complete opposite of Mark Davids is Paul Heck, researcher at the NOS.
He is a self-proclaimed technology junkie and he can't live without the wonders that modern technology created. We are in Hilversum right now. We are in the in the heart of the NOS, of in one of the boardrooms. Behind us you can see the studio where we broadcast our new news programs. During my research I use a lot of technology. I constantly get a lot of data through computers, through web-based programs. On a daily basis I use my phone, my smartphone. In the morning I can already check what are the ratings of yesterday of TV programs. I use a tablet to give presentations, so I use technology for everything actually. In my private life, for chatting with my girlfriend, she lives a bit further away in the Netherlands, so we use FaceTime on a daily basis. She's got a tablet, I've got a tablet, we speak each other every day. I stay in touch with my friends through apps, Facebook, social media, normal email. So, you know, if I don't have Wi-Fi, I get a bit nervous. When I choose a holiday destination, I notice that I actually I pick hotels or places where they have Wi-Fi. I think that, so that's very important to me. Yes. Yes, it's got a huge influence on my life. Yes, so on my working life, but also on my private life. My working life, as I just explained, and I think in my private life, probably even more. There's this first layer that you just use everything, but when you really think about it, it's also something you really believe in. And I have to admit that I'm a bit of an Apple fan. I'm a fan of gadgets that are really easy to use, which Apple is for me. And so the whole philosophy about using technology really it really connects with me. And when earlier this year Steve Jobs passed away, I actually told myself, well, that's just another CEO that passed away. But when I thought about it, it really made me a bit down, and I really thought, oh, what's going to happen now? So it touches you a bit more than you can explain. It's not just the surface, but it also touches you inside, I think. Oh, very much, I think. Right now, at the moment, we are constantly connected through technology in our social life. 20 years ago, you would call your friends through a normal phone and talk to them. And then after a while we got the mobile phones and the text messages we use to stay connected to our friends, and now we use social media to stay connected to our friends, and it's taking a large part of our daily life. And because of that I know what my friends are doing right now, but I haven't spoken to them. Because of technology you sometimes don't have the urge to visit them that often anymore. So in that sense I don't know whether that's positive or negative. Actually, it can sometimes also be positive, I guess. But you still know what's happening to your friends. But the idea of being close and hang out in a pub, maybe I don't do that as much as I did some years ago. Can I imagine life without technology? No, not anymore. I think technology is surrounded by you, and we really need technology. What I just said, I mean, you constantly use technology, actually. I mean, I wake up and the first thing I do is grab my phone and check the latest news. So I'm also not just technology addicted, but also addicted to information. And information and technology are really interwoven right now and these days, so you really need it. And I think technology is as old as humanity. I mean, we've been using technology since we were you know, in the prehistorical ages. We discovered technology that sort of helped us develop our society slowly. So, but at the moment, it's very apparent in our society, much more maybe than years ago or than centuries ago. But without technology, we would all die, I think. Yes, definitely.